Ik mag met u lezen twee schriftlezingen. De eerste, Lucas 2, vers 1 tot en met 14, en daarna Johannes 1, vers 1 tot en met 4. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heer stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heer omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn, u zult dat kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. Dan lees ik u nog Johannes 1, vers 14a, dat is de tekst voor de meditatie. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Thank you.
kan ik u geven? Waar bent u al die tijd geweest? Waar bent u al die tijd geweest, als ik vragen mag? Vroeg de man die tegenover hem zat. In Canada, zei hij. Ik ben al die tijd in Canada geweest, meneer. Ik ging in de maand mei met de bus mee op ziekenbezoek. Schuin tegenover mij aan de andere kant van het gangpad zat een oude man. Ik hoorde hoe hij in gesprek raakte met een andere passagier, die recht tegenover hem zat. Hij wilde weten met welke halte hij eruit moest, om zo dicht mogelijk bij een bepaald adres te zijn. En hij vertelde de oude man. Hij vertelde dat hij na een halve eeuw weer terug was in Nederland. Ik ben al die tijd in Canada geweest, meneer. U moet weten dat na de oorlog ben ik gaan emigreren, samen met mijn vrouw. Mijn vrouw is een Joodse, begrijpt u wel. Ik had hier in Nederland Joden verworven. Dat was gevaarlijk, dat weet u. Maar je deed het, omdat het moest. Na de oorlog vroeg een van die lieve Joodse meisjes die ik al die jaren verworven had, wat kan ik u geven als dank? En toen heb ik gezegd, geef jezelf. En dat heeft ze toen gedaan. En zodoende zijn we nu alweer bijna 50 jaar gelukkig getrouwd. Geef jezelf. Een prachtig verhaal, vindt u niet? Toen ik het hoorde in de bus op die stralende dag in de maand mei, dacht ik, dat moet ik u vertellen als het kerstfeest is. Wat kan ik u geven als dank? Dat is de vraag op dit kerstfeest. Wat kan ik u geven? En wat is het antwoord van hen die ons uit de handen van de vijand hield en houdt? Geef jezelf, zegt hij. Geef jezelf. Nu weet ik niet of dat voor u een vraag is. Misschien zegt u eerlijk, nee, die vraag is bij mij nog nooit opgekomen. Waarom zou ik God dankbaar zijn? Waarom u God dankbaar zou kunnen zijn? Omdat hij u verbergt, u onderdak verleent, u bewaart voor de woede van de boze. De vijand aller eeuwen gaat tekeer als een brullende leeuw, die rondkijkt of er iemand ziet die je kan verslinden. Zoals in de oorlog de Duitsers rondkeken of ze ergens nog een Jood zagen. Die demonische vijand vindt niets leuker dan gezinnen uit elkaar te rukken. Familieleden die bij elkaar horen, te scheiden. Volken tegen elkaar op te hitsen, kapot te maken, wat de hemel heel heeft bedoeld. En God die onze vader is, die doet wat hij kan. Hij zet zijn huis open voor wie bij hem wil schuilen. In onze plaats is hij gaan staan om te zeggen, en nu is het afgelopen, blijf met je klauwen af van wie een heil zoeken bij mij. En zo is hij sterker gebleken dan de vijand. Zijn weerloosheid is overmachtig aan het licht gekomen. Zijn hart is een huis voor wie geen grond meer heeft onder zijn voeten. Wel, is dat geen kind om van te houden? Is dit geen God die dankbaarheid verdient? We moesten het hem maar vragen. Wat kan ik u geven, mijn God, als dank? Wat kan ik u geven, mijn bevrijder? Wat kan ik u geven als dank voor uw gave, voor deze kleine herder van Bethlehem? En wat is Gods antwoord? Geef mij jezelf, mijn kind. Geef mij je liefde. Geef mij je trouw. Geef mij je hart. Geef mij je hele leven. Nu zegt u misschien, ja, dat wil ik. Maar hoe? Mag ik u vertellen hoe dat kan? Met een voorbeeld, met nog één verhaal. Vele jaren geleden werden de Armenen schandelijk behandeld. Een officier plunde een Armeens huis en joeg het gezin de straat op. Vader en moeder werden buiten in koele bloeden neergeschoten. De dochters werden aan de soldaten uitgeleverd. De oudste was een meisje van 20. Die hield de officier voor zichzelf. Verkracht en wel wist ze later te ontsnappen. Ze vluchtte naar een kamp waar Armeense vluchtelingen onder de Engelse bescherming werden opgevangen. Samen met andere meisjes die net zoals zij de ellende van de oorlog hadden ondervonden, kreeg ze in het kamp een opleiding als verpleegster. Uiteindelijk werd ze overgeplaatst naar een ziekenhuis, waar gewonde krijgsgevangenen werden verpleegd. Ze werd in de nachtdienst geplaatst in de officierenafdeling.
Met een verduisterde lantaarn ging ze de eerste nacht over de zaal, de bedden langs. Toen viel haar lichtstraal van de lantaarn op een gezicht, en dat ze herkende. Als aan de grond genageld bleef ze staan. Ze hield de lantaarn wat hoger om zeker te zijn van de zaak. Daar lag hij, de man die haar huis tot een ruïne maakte, de moordenaar van haar vader en moeder. De man die zich aan haar vergrepen had. Hij was doodziek. Ze behoefde nu alleen maar een bepaald medicijn in te geven en hij zou de volgende dag niet meer halen. Ze vocht. Ze vocht met zichzelf en ze won. Ze verpleegde de zieke zodat hij was genezen. Van de artsen kreeg ze een pluim vanwege haar bijzondere goede zorgen. Toen de officier vrijwel was hersteld, nam een arts haar mee naar zijn bed en zei tegen de patiënt: zonder de toewijding van deze verpleegster zou u gestorven zijn. Lijfbleek keek de officier haar aan en zei: ik geloof dat ze elkaar eerder ontmoet hebben. Ja, zei ze, wij hebben elkaar eerder ontmoet. Toen de dokter weg was, fluisterde hij: waarom heb je mij niet gedood? Ze zei: omdat wreedheid niet met wreedheid kan worden goedgemaakt en geweld niet met geweld. Ik ben een volgelinge van hem die zei: gij zult uw vijanden lief hebben. Dat is mijn godsdienst. Na lange tijd zag de man stil op zijn bed en toen zei hij: ik heb nooit geweten dat er zo'n godsdienst was. Vertel mij er meer over, want zo'n godsdienst heb ik nodig. Kerstfeest. Engelen gaan rond als collectanten. Wat kan ik u geven, o God mijn bevrijder? Wat kan ik u geven als dank voor wat gij voor mij hebt gedaan? Waar kan ik u blij mee maken, kind in de kribbe van Bethlehem? Geef mij jezelf, zegt hij. Geef mij vandaag je hart. Ik wens jullie allen gezegende kerstdagen.